Het is vandaag maandag. Hey, draai nu. Want de kerstboom is weg en de bank staat weer op zijn plek met onze Rijka erop. Goedemiddag lieve vrienden. Ja, zoals jullie zien ben ik ook weer opgemaakt. Mijn haar weer geprobeerd te fatsoeneren, maar ik heb bijna geen spullen meer. Want ik het een beetje versteviger kan, dus het moet ook gehaald worden. Maar ik mag eigenlijk zelf de winkel nog niet in. Nee, want ik hoest nog. Maar buiten dat allemaal op, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, jullie zullen ook wel zien aan mijn gezicht dat ik vreselijk ben afgevallen. Ben ik ook. Ben afgevallen. En niet zo zuinig ook. Maar in ieder geval. We leven vandaag alweer. Dames. Hallo. Kan het even geschikt worden? Doe dat straks even. Ja? Het is vandaag maandag. Hey. Pas op, hè. Je hebt zo'n zwaar gewicht. Het is vandaag maandag. Ik zie het amper. Het is alweer de 10e januari. En we leven om 11:47. Ik zal zo meteen de dames dus uit gaan laten. Want rond een uur of 1 komt onze Stefan weer. Mijn huishoudelijke zorg, oftewel de HHZ. Afkorting van huishoudelijk zorg. Ik ga vandaag proberen te trachten om de kerstboom leeg te halen. Dat vind ik al heel wat. Ik vind al heel wat dat ik mijn eigen op heb gemaakt. Ja, en ik heb... Oh nee, ik moet mijn knopjes er nog in hebben. Ja, ik moet mijn knopjes er nog in hebben. Foei. Die moet ik er nog wel in hebben. Dat vind ik al heel wat. Dus ja, ik vind me top wat dat er gaat. Ik kan best weten dat ik morgen weer niks op heb. Ja, ik weet niet hoe ik me voel. Maar in ieder geval, ik heb ook nog eens een keer een snoepje in mijn mond. Maar niet een normaal snoepje, nee. Gaan we even reclame maken. Zo'n keelpastilje. Ja. En dus van Antaflu. Ja, Antaflu. Kun je een beetje rustig wezen, dametje? Hé? Hey? Boef? We gaan zo lopen. Vind je dat goed? Moet je nou lief zijn? Ja? Dus ja, oké, lieve vrienden. En ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Doe het met een lach. Probeer vrolijk om te gaan met alles. Met wat jullie doen. En ja, voor de rest, hou je fatsoen. Ja toch? Ik zou zeggen, tot later. Goedenavond, lieve vrienden. Het is vandaag, ik had al gezegd dat het maandag was. Want ik zat vanmiddag te wachten op Stefan. Maar die kwam later dan ik dacht. Die kwam pas op 2:45. Dus ja, verder is alles wel schoon. Maar ik ben dus toch wel druk bezig geweest. Want de kerstboom is weg en de bank staat weer op zijn plek met onze Rijka erop. Elwing die zit bij me. Hé Elwing, jij schudt. Ja. Nou, jullie horen mijn stem. Ik heb vanmiddag wel flink aan het hoesten geweest. Ondanks ik... bezig was, maar ik wou het weg hebben. En dus me net de vraag, hoe voel ik me morgen? Kijk, morgen weer wat doen, doe ik het zo niet. Dan bekijk ik het maar, het hangt me niet op mijn rug. Het loopt niet in de weg, want het heeft geen pootjes. Nee, het loopt niet. En er zit er nog in je naast me, meneer, je kan af. Hé, hey, ja nou. Het is dat verrekte rothoesten bij mij. Maar ja, gaat wel weer over voordat ik een oud kereltje ben. Maar ik wou dat jullie even laten zien dat de kerstboom opgeruimd is. Daar ben ik in ieder geval super blij mee dat dat ding weg is. Zit in de doos, kennen de zolder.
Nou ja, hoe lang het in de hal blijft staan, weet ik niet. Ik ga geen moeite doen. Als ik het niet kan, en kan ik het wel, nou ja, dan staat het zo boven me. Lukt het me niet, laat ik het lekker staan. Dus dan doet Stefan het maar weer. Wat zie je, meisje? Ja, ik kan de deur even een stukje openstaan. Ik kan het even circuleren, warm lucht met frisse lucht. Ik ben ook net weer thuis met de meisjes, vandaar ook dat ik nou nog steeds hoest. Gelijk met jullie even in gesprek praten, dan moet ik ook heel veel hoesten. Ben ik rustig, dan is dat ook weer rustig, ja. Gekke meiden, hè. Gekke meiden. Hoe kom dan? Nee? Nee, of niet? Ja, en je staat wel een kist, hè? Nee! Stel je het waar. Stelletje dwazen. Stelletje dwazen. Hier. Jullie zijn een maf. Twee maffe trienen. Ja. Nou. Maar ja, oké. Ik zal het jullie laten zien. Hier staat de kist. Daar had ik een kerstkleed op. Daar stond de kerstboom op voor het raam. Die stoel, nou ja, die staat een beetje te ver op de tafel, maar kijk, dat staat er allemaal achter. Ja, nou, de rest moet dus allemaal nog. Alles moet nog gedaan worden. Hier, oh, dat moet nog opruimen. Allemaal zilverballen, daar ligt een beetje goud. Ik heb ook een bak met gouden ballen, nou ja, daar komt het gewoon in. Dus ja, ik moet het allemaal nog opruimen en of ik dat vanavond doe, weet ik ook niet. Ik ben back en back en back af. Dus ja, komt allemaal wel goed. Morgen een nieuwe dag en nieuwe kansen, zou ik zo zeggen. Dat ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Ik kom niet meer retour, want echt, ik ben kapot. En ja, ik ben net met de dames uit geweest en ik hoop energie op te kunnen bouwen om vanavond later, voordat ik naar bed toe ga, het nog een keer te doen. Zo niet, hebben ze de tuin. Zo simpel als ik weet niet wat. Ik heb 2 keer gelopen vandaag al, dus prima. Ik doe mijn best. En meer dan dat kan je gewoon niet doen. Je best doen, ja. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder. En ik zou zeggen, tot later.